We zien het peloton met Erik Breuking aan de leiding. En daarachter Ozols van de ploeg van Jan Raas. Iapucci zit dan aan de leiding van het peloton. Maar ja, hij komt er weer aan. Een massasprint. En wat kunnen we verwachten? Welke Italianen, welke Belgen en misschien wel welke Nederlander, denken wij niet voorzichtig aan Jeroen Blijleven, komen hier naar voren toe. Nog even zeggen dat Rob Harmeling werd aangereden door een motorrijder en uit moest vallen. Morgen komt hij al naar Nederland. Nog steeds zijn Breuking en Ozols al de leiding. En dan wordt het gat dichtgereden en gaan we inderdaad naar een massasprint toe. Breuking haalt het niet. Het is Nijdam die de massasprint inzet omdat hij de groep naar voren rijdt. En waar zit Jeroen Blijleven? En waar zitten de anderen? Plankaart. Waar zit bijvoorbeeld Saitov, de Rus die zo goed naar voren komt? Nijdam geeft hier af. Hij heeft zijn werk gedaan. En dan zit Saitov goed en Fondrias zit links goed. Maar waar is Jeroen Blijlevens? Daar is Jeroen Blijlevens. Rechtdoor naar school en kantoor haalt hij zijn derde overwinning van dit seizoen. Truitje kan nog zelfs recht. En hij heeft een eerste ronde. De eerste etappe van Murcia wordt gewonnen door onze landgenoot. Twee keer al was hij in Spanje succesvol. En vandaag geeft hij Saitov, Buffy, Plankaert en Fondries rijles. Chapeau.